Yo, what up guys, van DennaDen. Welkom terug bij weer een nieuwe episode van Prey op mijn channel. Inmiddels aflevering 14. En we zijn hier de vorige part geëindigd. Dat was een heftige part, namelijk de vorige part. Als we deze open doen, dan zie je waar we staan. En dan denk je, oh ja, dat was deze fucking plek. Moet hier niet heen. Er is dus gewoon een nightmare hier. We zijn op het moment bij de Neuromod Division, voor het geval dat jullie het waren vergeten. En er is hier en een Nightmare en een Phantom actief en het gaat er gewoon best heftig aan toe. Dus welkom terug allemaal. Ik hoop hier sowieso heel huids vandaan te komen en het te ontvluchten. Er staan meerdere objectives aan die ik straks zal laten zien. En ik hoop gewoon dat we hier... Oh kijk, daar loopt hij. Daar is niks hè. Ik hoop gewoon dat we hier gewoon heel huids wegkomen. What the fuck? Waar is hij? Oké, die is neer. Maar nou is er ook nog een Phantom hier toch? Daar was ik voor aan het vluchten op zich. In eerste instantie. En nou is die hier niet meer. Dat is wel even kut, hé. Maar goed, we kunnen hier dan ook gewoon weer snel weg. Want ik hoef hier op zich niks meer te doen. Laten we hem even quick saven. Oh ja, hij is daar. Hij is daar gewoon random. Nou, dan gaan we hier weg. Hier was dus die nightmare. Ik hoop niet dat hij er nog steeds is. Volgens mij niet. Volgens mij is die timer al lang weggetikt. Kijk. Nou, zoals in de vorige part al aangegeven... treffen we vaak nog steeds monsters en nieuwe gevaren aan in gebieden waar we al lang zijn geweest. Dat bedoel ik. What the fuck was dat? Wat hoor ik? Oh shit. Fucking mimic, man. Die sound effect laat me constant echt gewoon weer schrikken. Alsof ik het voor de eerste keer hoor. Super irritant ook eigenlijk. Alsjeblieft niet een nightmare hier, hè. Ik hoorde daar een kijker over dat er in zijn Talos I lobby... gewoon een nightmare al actief was. En aangezien natuurlijk nog steeds die neuromod bullshit ons achtervolgt... achtervolgt ook die nightmare ons. Elke keer weer, wanneer we sterker worden met neuromods... achtervolgt die nightmare mij. Oké, dat hebben we nu geloot. Ik ben weg hier. En om dat tegen te gaan... zal ik eventjes de objectives erbij pakken. Dat wilde ik sowieso al gaan doen. Dat was ik sowieso al van plan. En ik moet een verdiepingje hoger. Ik moet helemaal daarheen. Oké, nou lekker gevaarlijk. Leuk sfeertje hier. Superleuk! Hey jongens, leuke afdeling, ja. Oh fucking hell. Ik wil eigenlijk daar... Oké, dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Wow, ik viel bijna door het glas. Dat had ik echt niet gewild. Oké, we zijn weer eventjes terug. Heeft hij een nieuwe neuromods gevonden? Want January is hier. Yo man. Simmons installed blank neuromods on you. That's why you could remember the previous day's test and escape. The security station in the lobby might have weapons. Oh, dat was een tipje. Een tipje. Hier zit helemaal niks in. Ik hoop dat hier dan wat in zit. Ook niet. Hij zou toch dingen voor me verzamelen? Ik hoor hem nog zuiver zeggen... Ja, terwijl je weg bent, verzamel ik wel wat neuromods voor je. Nou, waar dan? Nou, als het goed is kan ik nu wel bij dit apparaat nieuwe neuromods aanmaken, omdat we dus die license hebben hersteld. Jazeker, zie je, we kunnen neuromods creëren. En ja, ik kan er volgens mij maar 3 maken. Dat komt voornamelijk door die groene blaadjes. Dankjewel. Nog een keertje. En dat was het alweer, want ik kom nu die andere bullshit tekort. Nou, in ieder geval, ik heb er 2 bij. Hij heeft dus gelogen, January, want hij zou nieuwe neuromods hier neerleggen voor mij zodra ik terugkwam. Nou, ik ben nu een hele lange tijd hier niet geweest. Ik kom terug, hij heeft gewoon geen kut klaargelegd. Dus hij is gewoon een lul. Ja, deze op de een of andere manier is opeens tegen mij. Dat snap ik ook niet hoor, we gaan hem even hacken. En dan gaan we daarna eventjes de objectives erbij pakken. Ik zal jullie laten zien waarmee we namelijk aan de slag gaan. Oké, deze doet het weer. Dankjewel. Scanning target Typhon material inconclusive. Logging calibration request. Alsjeblieft geen fucking beest hier. Vertrouw dit allemaal zo niet, kutplek deze. Oké. Nou. Alrighty. Let's go. Voordat we hier dan daadwerkelijk doorheen gaan, pak ik even de objectives erbij. Want er staan verschillende dingen open. Eentje had te maken. Even kijken. Daarmee sloot volgens mij de vorige part af. De lift moeten we even bekijken. Crew quarters. Ja, er staat zoveel verschillende bullshit aan. Het is echt irritant gewoon. Dus er zijn er 2 in de crew quarters, daar ga ik nog niet heen. Er is een lift in de tuin, daar wil ik best wel heen om die te repareren. De hardware labs, daar komen als het goed is nu in. Dus mixed signals. Dat is volgens mij hetgene wat mij gaat helpen, deze sidequest. Om van die nightmare af te komen. Dus deze moeten we sowieso even checken. Dan is dit in life support en guts. Dus dit ga ik eventjes niet doen. Dit is ook allemaal weer in de tuin. Dus we gaan voornamelijk shit in de tuin, deep storage en hardware labs doen. En in hardware labs, daar gaan we letterlijk nu heen. Holy shit! What the fuck, dat kan nog niet. Ik ben hier 1 keer kaart ontvlucht. Oh man, daar komt hij aan. En nou staat hij daar gewoon nog. We rennen hier doorheen. Toen vluchten we naar de Talos I lobby. En nou staat hij hier gewoon nog. How's it possible, man? Nou moeten we er dus op afrennen. Ach, misschien kan ik dit doen. Lekker man. We hebben nog gewoon gebeukt. Is toch mooi? Lekker beuken die handel. Oh, dit is een corrupted operator. Ho, 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 ho. Zo. Hé, wacht eens even. Je kan daar gewoon heen, joh. What the fuck? Waar gaat dat nou heen? Oh, nou die beest. Hij heeft me ook meteen door. Bada big, bada boom. Kinetic Blast 2 is toch wel best wel fijn. Zie ik nou zelfs hier er weer een lopen? Wat de fuck is dat toch? kijk, dat is waar hij vloog. We kunnen nu gewoon de buitenkant fixen. Ik snap het. Hier hadden we toen die upgrades voor nodig. Nou, die heb ik inmiddels. En we zijn toen aan de buitenkant hebben we daar gevlogen. Toen had ik niet genoeg repair kits om deze deur te repareren. Anders hadden we dus vanaf de buitenkant hier weer naar binnen gekund. Dat is duidelijk. Laten we in ieder geval hier naar beneden gaan, jongens. En gewoon naar deze area gaan. Waar nog een fucking phantom is. Oh, net niet. Oké, lekker. We leren hier dus nieuwe skills van. Onder andere Phantom Shift. Ik weet niet wat het is. Oh, dit is een soort Corvo skill dit, man. Phantom Shift. Dit is gewoon een soort blink. What the fuck, zo super cool. Het is gewoon blink. Maar ja, wat is nou handig om te gaan doen, hè? Eigenlijk moet ik hierin gaan investeren om binnen te kunnen komen bij level 4 security measures. Bijvoorbeeld Alex Hughes Office. Maar ondertussen heb ik ook dit heel erg hard nodig. Gunsmith 1 is er bijvoorbeeld één die ik nodig heb. Ik heb de suit modification nodig. En hebben we ook nog deze. Het is echt ongelooflijk, man. Ja, hoe de fuck ga ik dat doen? Daar is trouwens die communication device. What the fuck, man? Kan hij zo goed tegen glue? Nou, hij kan helemaal niet tegen glue. En dan maar shotgun op zijn koppie. What the fuck, man? Woe! Coming through. Oké, nice. Deze is ook gelukt. Hey, engineer, fix mijn shield eens even, man. Dankjewel, dankjewel. Toppetje. Heb ik nog drinken bij me? Nee, ik heb geen voedsel of iets dergelijks. Ik weet wel, ik heb net deze guy hier neergeknald. Even kijken, dat was dit. Daar krijg ik dus dingetjes van, dankjewel. Laat het quick save en hier gaat dus blijkbaar een communication device verder. Hoe kom ik daar? Het is toch wel een secret area om te komen? Of kan dit gewoon kapot? Dat zou helemaal mooi zijn. Nou, dit kan totaal niet kapot. Ja, ik kan dit dus gewoon nog niet doen. Hier, ik zie daar iets, maar ik kan er niks mee doen. Als ik dit fix, dan komt die nightmare niet meer achter me aan, hè? Besef dat. Godverdomme, er ligt zelfs een upgrade bij, maar ik krijg het gewoon niet omhoog. Dit platform moet omhoog, maar zonder die repair gaat dat nog niet worden. Wat ik misschien wel kan doen is dit. Let op. Recycler charge. We hadden hier die leverage nodig, toch? Kijk maar, leverage 3. Als ik nou gewoon dit doe... Oh, het zakt ook langzaam naar beneden. Love space, right? cannot reproduce the problem. Lol, hij is gewoon echt dood gegaan door glue. Dat is ook wel apart. Oh, ik heb nu wel echt held nodig. Oké, laten we kijken. Wat hebben we hier allemaal? Oeh, een medkit, dankjewel. Dan wat hebben we hier? Een fabrication plan, nog zoiets lag op de grond. Kijk, we vinden hier heel veel parts. Dit was dat punt wat helemaal afgeschermd en afgesloten stond. En wat we nu dus gewoon ja, naar binnen zijn gegaan op een andere manier. Ik dacht eerst echt dat je gewoon leverage 1 overal voor nodig had voor dat soort dingen. Dat is echt helemaal niet waar. Je gebruikt zo'n recycler charge en het is gefixt. Super handig dus. Als ik dat toch eens eerder had geweten, right? Kijk, een neuromodje ligt daar. Maar dat is er maar één. Hoe balen is dat? Typhon lure. Nog meer Typhon lure. Wat is dit? Een mooi bonk. De Starbender Cycle. Spare parts. Zie, er liggen echt veel, hè? Oké, cool. Zo ongeveer alles gedaan wat ik hier wilde doen. Kijk, dat is mooi. Dan kan ik mooi hierheen en plaatsen we onze bullshit daarin. Zo, ja. Nou, zoals je ziet is dat best wat en hopelijk kunnen we daar dan nog een neuromod mee maken. En dat kan inderdaad, dus ik kan nu de nightmare stoppen. Holy shit, ik kan de nightmare stoppen als ik investeer in repair 3. Ik heb een dubbel van die, dus die plaatsen we erin en die plaatsen we er ook in. En dat maken we dan ook gewoon kapot. Nou, ik kan dus nu investeren in Repair 3. Moet ik het doen? Weet ik niet. Ga ik er spijt van krijgen? Weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik hiermee de Nightmare ga stoppen. Hopelijk, als ik de game moet geloven. Dus we gaan naar Neuromod en we pakken Repair 3 erbij. Oh, eens even kijken. Ik hoop zo niet dat ik hier spijt van ga krijgen. 8 Neuromods weg. 8. Is dat voor dingen, hé? Hebben we dat gefixt? Er was nog meer hier, hoor. Hier, wat de fuck is dit voor ding? De nieuwe. Leverage assist. Oeh, reduces the time to pick up heavy objects. Like, what the fuck hebben we daar aan? Oh, hier supplies. Die heb ik nog niet eens gezien. Oh, ik dacht die zit helemaal vol met goede dingen. Valt het super hard mee. Oh, dit ziet zo cool uit dit. Holy shit. Oké. Close. We moeten dus nu ook naar buiten voor die andere satellite mission. Die ik sowieso gewoon wil gaan doen. Dankjewel. En ja, wat zullen we er dus mee maken? Wat kunnen we er nog mee maken? Kunnen de medkits nog meegemaakt worden? Nee, medkits kunnen gewoon niet. Wel neuromod, geen medkit. Nou, oké. Dan maken we nog maar 1 neuromod aan. En dankjewel. Een nieuwe neuromod is aangemaakt. En laten we snel naar buiten gaan. En we gaan hierheen. Moeten we even, als we straks in space hangen, even die objective bekijken en dan kijken waar we die satelliet moeten plaatsen om de Nightmare te stoppen. Microgravity detected. Oké, we moeten nu echt goed kijken. Dat is precies waar ik heen moet. De exterior satellite. Laten we er zo snel mogelijk heen gaan. En zoals je ziet, is het ook in beweging. Want Talos I is zelf natuurlijk ook in beweging. Maar dat kan natuurlijk nooit zo simpel zijn om er gewoon letterlijk op af te vliegen. Ik equip ook mijn wapen. Oh man, ik ben zo benieuwd. Iets inderdaad in beweging. Volgens mij moet ik het hier iets opzetten en dat zou de Nightmare dan moeten stoppen. Nice work. This should get the attention of that Typhon Nightmare that's hunting you. I'm sending you two activation signals. The first will direct the Typhon away from you. The second will bring it down on you. Use your transcribed messaging system to fire them off. Hey, een human corpse hier. Die kunnen we nog wel even uitchecken. Het is zo fucking creepy. Ik hoop ook niet dat die Nightmare naar buiten kan komen. Psychotronics, Hardware Labs. Ik denk dat we daarheen moeten. Klein gevoel. Eerst even uitchecken wat dat ook is in space. Het vliegt gewoon rond namelijk. Gek muziekje erbij. Holy shit! Oh, wat goed dat ik hierheen ben gegaan, man. Voor de rest niks hier? Nope. Oh, dat was echt perfect. Shuttle Bay, Psychotronics, zoveel afdelingen. Crew Quarters. Daar is ook Crew Quarters en hier is Multiple Objectives. Ik denk zelf dat we hierheen moeten. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Yes, dit is het tuintje. Mooi, we hebben het gewoon gevonden. Oké, beste mannen, welkom terug. In de Arboretum. Het space tuintje. Deep storage, kunnen we nog steeds niet heen. Voice identification required. Please repeat the following words. Harmonica. Corkscrew. Entropy. Mauve. Nou, denk maar niet dat ik daar zomaar heen kan. Oké, wat hebben we daarboven? Nog verschillende dingen te doen. De main lift. Multiple objectives. Ja, godverdomme. We moeten er maar gewoon heen. Ik vind het zo creepy. Hè. Alweer als die nightmare hier is. Kutzooi. Dan hebben we de main lift. En daar nog meer multiple objectives. En wat gaat daarheen? Dat gaat naar deep storage. Oké. Dus we kunnen sowieso een objective van deep storage uitzetten, aangezien we daar nog niet echt heen kunnen. Eens even kijken. We moeten naar de crew quarters voor de main objective in ieder geval. Die zet ik uit. Deze kan ik doen. Oké, dit is de office safe. Dan moeten we eerst natuurlijk naar de office zelf kunnen. Deze kunnen we doen. Oh, wat ik hiermee kan is dat ik in ieder geval zelf nu kan bepalen wanneer dat beest komt. Zodra die eraan komt, kan ik die audiolog gebruiken en dan kan ik hem weglokken. Oh man, ik wil zo graag naar boven. Niet alweer, man. Oh jee, ik ben nu op een plekje dat ik denk, oh, maar wilde ik hier wel zijn? Laat het even quick save alsjeblieft. Ik val gewoon door dit ding heen. Het is dus gewoon allemaal fake. Waar gaat dit heen? Joh. Good afternoon, Talos. Security reminder. Sticky notes, even well-hidden ones, are not a secure means of storing your workstation password. Fortify. Volgens mij heb ik ze ook nog sterker gemaakt. Oké, deze is gehackt, dus hij is in ieder geval nu beschermend. En ik hoop dat nu hetzelfde geldt voor deze. Zodra er hier iets binnenkomt, zet hem meteen neer. Lekker. Kijk, zo kom je toch wel op verschillende plekjes uit, hè? Even quick save hoor, snel. We kunnen ook snaaien nu. Kijk maar, we hebben heel veel eten bij ons. Dus dan komt de held er gewoon bij door te eten. Dat gaat naar multiple objectives. Dat is sowieso een plek die ik inderdaad nog niet heb uitgecheckt, besef ik me nu. Ik weet niet wat er daar met die planten gebeurde. Zagen jullie dat? Vreemd. Maar we kunnen nu inderdaad hier bij de part eindigen. 2 fortified turrets. En dan gaan we de main lift fixen. Niet laten schrikken, niet laten schrikken. Oh, het valt mee. Requesting new operator. Hello, are you here for an appointment? My mistake. Diagnosing, no trauma or illnesses detected. I'm afraid there's nothing I can do for you, unless you're interested in medical trivia or a joke. Ha 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 ha. Ja. Dat soort dingen doen me ook zo denken aan Bioshock eigenlijk, besef ik me nu. Al die stemmetjes, weet je wel, die tegen je praten. Net zoals de Circus of Values. Ik besef me weer een secret area. Fuck, gaat dit nou weer heen? Oké, we switchen over naar deze shotgun. Ik ren voorbij hem. Oké, scan complete. En meteen schieten. Nice. Lekker veel eten. Zorgen dat dit wegtrekt zodat ik geen held verlies. En wat een heftige aflevering was dit dan weer. Zo ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Heb ik geen idee wat ik hier allemaal heb gedaan. Heb ik zoveel ammo verspild. Van glue, van mijn pistool, van alles eigenlijk wel. Oh, maar hier vind ik ook wel weer het een en ander van me op. Dit kan ik pakken, dit kan ik pakken. Wat is dat? Oh, zo'n... O2 bottle, daar hebben we echt geen kut aan. Jongens, waar gaat het allemaal heen? Oh, ik hoor gekke horror sounds. Moet ik dit willen? Hoorde je dat geluid? Oh man. Er is daar iets hoor, er is daar iets. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Thanks voor de support. We staan in ieder geval voor de main lift. Ik zal dit ook even kapot maken. 2 fortified turrets. Lekker nice. Dus thanks voor de support op de episode. We gaan precies vanaf dit punt verder. Dat zal aflevering 15 zijn. En als we dat dan hebben gedaan... Oh, dan zullen we echt nieuwe avonturen gaan krijgen. En zomaar, oh, ik had ook echt niet verwacht dat ik precies deze aflevering zou doen. Elke keer heb ik in mijn hoofd, nou, dan zal dat wel gaan gebeuren. En dan gebeurt er iets compleet anders in deze game. Het is ook zo typisch. Ik heb trouwens dit helemaal niet geluisterd, joh. Everything go well. Eventually, had to wait a while. Two assholes in the sales team chose that exact moment to stand under the alarm bell and smoke cigars. So it's off Talos. My clients are eager. Yeah, just made the last shipment. Should be Earthside by morning, Pacific time. Good. I'll be leaving another package for you after tomorrow's shift. Drop site? The lobby. Assuming it works. Of course it works. 3 taps with a wrench, and they'll pop it open. All of them will work that way by tomorrow. You're adorable when you get proud of your gadgets. Don't patronize me, Lily. En weer een nieuw objective. Insane. Haha. Tot volgende, guys. Peace.